De Stichting Regionale Gezondheidsdienst, RGD, heeft vanmorgen haar project Rijdende Polykliniek gelanceerd. Het startsein is gegeven in de recreatiezaal van Bershaba in het district Para. Volgens Eddie Panza, coördinator van de Rijdende Poly RGD, is het de bedoeling om de gezondheidszorg binnen bereik van de mensen te brengen. Je hebt gezien hoe het nu moeilijk is wat het gezondheidszorg betreft. En vooral de oudjes die niet zo makkelijk naar de poli kunnen gaan. Als RGD proberen we te kijken hoe we ze tegemoet kunnen komen. Om dat gezondheid dicht bij huis te brengen, in hun huiskamer. En dat is het hoofddoel van de RGD. Want je kan niet op een kantoor zitten en zeggen, je biedt gezondheidszorg. Je moet ook naar de mensen gaan om te kijken naar de situatie. Want gezondheidszorg is niet alleen wanneer je niet ziek bent. Je moet ook naar de leefomstandigheden van de mensen gaan kijken waarom ze ziek zijn. Misschien de omgeving waar je voorlichting kan geven om dat te voorkomen. Misschien hebben ze niet eens behandeling, maar een gesprek nodig. En dat is eigenlijk het doel van RGD, zoveel mogelijk naar de mensen binnen hun huiskamer te gaan om te kijken hoe een levenssituatie is en wat we daaraan kunnen doen. Volgens Patrick Kensenhuis, NDP-parlementariër van het district Para, is de Rijdende Poly een goed initiatief. Hij heeft in het parlement vaker over het decentralisatieproces gesproken. Dus een stukje zorg dicht bij huis is altijd goed, zegt het assembleelid. Het is een heel goed initiatief. Het is een initiatief die we op geen enkele wijze zouden kunnen zeggen van anaboom. Weet je? En je vraagt me wat zeg ik. Ik heb al in één woord gezegd, het is een heel goed initiatief. Omdat de zorg, in dit geval gaat het om gezondheidszorg, wordt dichterbij gebracht. Bij dus de bevolking, bij de bewoners. En die kunnen ietsje makkelijker gebruik maken van de diensten die de regionale gezondheidsdienst in deze kan bieden. Want we kennen de situatie dat als we kijken naar de omgeving waar we op dit moment zijn, plantage La Prosperité, dan heb je niet ver van hier plantage Vier Kinderen, plantage Republiek. Dan moet je alleen maar kijken naar de afstand die ze moeten afleggen om een poli te bereiken. En die poli is helemaal op Zanderij. Dat betekent dat mensen van hieruit naar Zanderij ongeveer een uur nemen. Als je dus op openbaar vervoer moet wachten met eigen vervoer, dan kan je een kwartier, 20 minuten. Toch maar, je ziet wat de afstand is. En dat bijna je ook kan zeggen van, de president onbereikbaar. Dus met dit initiatief speelt de RGD in op een behoefte die leeft binnen die samenleving hier. Dus we moeten het toejuichen en we hopen dat de bevolking goed gebruik hiervan maakt. Parlementariër Patrick Kensenhuis, hij sprak vanmorgen bij de lancering van de Rijdende Polykliniek van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst. De launch vond plaats in de recreatiezaal van Bershaba.